Welkom bij de kennisclip over routes op aarde. In deze kennisclip worden bijzonderheden behandeld over de twee mogelijk te varen routes tussen twee posities op het aardoppervlak, namelijk de Loxodroomroute en de Grootcirkelroute. In de praktijk wordt de Loxodroomroute het meest gevaren. De Loxodroom is de lijn op de bolvormige aarde of de omwentelingsellipsoïde die alle meridianen onder dezelfde hoek snijdt. Dit betekent dat varend langs de Loxodroom van positie A naar positie B de grondkoers constant is. Door invloed van stroom en wind zal in het algemeen de te varen ware koers van A naar B niet constant zijn. In de vorige dia is tussen A en B slechts een deel van de totale Loxodroom getekend. Iedere Loxodroom begint in een geografische pool en spiraalt over het aardoppervlak naar de andere geografische pool. Aan de linkerkant is een Loxodroom getekend met een grondkoers van 275 graden. Deze begint in de Zuidpool en eindigt na een aantal omwentelingen in de Noordpool. Aan de rechterzijde is een Loxodroom getekend met een grondkoers van 292,5 graden. Ook deze Loxodroom begint in de Zuidpool en bereikt na wat minder omwentelingen de Noordpool. Een andere mogelijke route is de Grootcirkel. De Grootcirkel kan gedefinieerd worden als het doorsnijdingsfiguur van de bol met een plat vlak dat door het middelpunt van de aarde gaat. Wordt van A naar B gevaren langs de Grootcirkel, dan verandert de grondkoers. De grondkoers van vertrek uit A is dus anders dan de grondkoers van aankomst in B. Ongeveer halverwege de Grootcirkel is de grondkoers van de Grootcirkel gelijk aan de grondkoers van de Loxodroom. De verheid langs de Grootcirkel is altijd kleiner dan de verheid langs de Loxodroom. De Grootcirkelroute tussen A en B is dus korter dan de Loxodroomroute. Het verschil tussen de verheid langs de Loxodroom en de verheid langs de Grootcirkel wordt de bekorting genoemd. Het punt waar de Grootcirkel het dichtst bij de geografische polen ligt, wordt de vertex genoemd. Vaart een schip de Grootcirkelroute tussen twee posities en wordt de vertex gepasseerd, dan bereikt het schip daar de hoogste geografische breedte. Varend van A naar B in deze figuur wordt de vertex overigens niet gepasseerd. Op de omwentelingsellipsoïde is de kortste route tussen twee punten op het aardoppervlak de zogenaamde geodetische lijn. Op het noordelijk halfrond ligt de Grootcirkel tussen twee posities ten noorden van de Loxodroom, tussen de beidezelfde posities. Op het zuidelijk halfrond ligt de Grootcirkel ten zuiden van de Loxodroom. Varend langs de Grootcirkel bevindt het schip zich dus op hogere geografische breedtes dan varend langs de Loxodroom. En hiermee eindigt de kennisclip over de twee mogelijke routes op aarde. In deze kennisclip zijn bijzonderheden behandeld van de Loxodroomroute en de Grootcirkelroute. Overigens is het natuurlijk ook mogelijk om een combinatie van beide routes te varen.